Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar Marshall'ın yanındayız. İnşallah güzel bir çekim olur. Bismillah diyoruz. Arkadaşlar yorumla like yaparsanız sevinirim. Biz de emek veriyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O da bize ödül oluyor. Ön sıralara çıkmamıza neden oluyor. Bismillah diyoruz. Marshall. Kuyumorka. Hayırlı sabahlar. Marshall. Kuyumorka. Yeah, the magical drink ya. XR, XR için buradayız. XR dediğim arkadaşlar kuşlarınızı sağlıklı tutma için geçenlerde bir detoks kuşlarınız için gösterildi. Bunun yapımını bugün göstereceğiz. Marshall Hüseyin Bey ya, wat je zegt gaan we gaan proberen te vertellen? Nou, wat ik jullie dus wil laten zien, dus een natuurlijk product, een natuurlijk medicijn. Het is dus, ik ga jullie even wat uitleggen. Dus het is niet om het... Om het te beschermen, zeg maar. Ja. Je haalt het er niet mee weg, maar je beschermt, laat maar zeggen, de duif voor de bacteriën die ze dus kunnen oplopen, zeg arkadaşlar, maar. Bugün göstereceğim qua şey... Qua drinken bu, en qua voeding. Dit, bugün arkadaşlar size doğal bir şekilde kuşlarınızı sağlıklı tutma göstereceğim. Bu normalde hastalığı götürme değil, hasta olmadan hastalanmamaya sebep olması için yani daha güçlü olsun diye verdiğimiz doğal antibiyotik diyelim. Ja. Kijk, we weten dus dat bepaalde antibiotica's bij elke dierarts kun je natuurlijk krijgen voor je duiven wat je wil, maar neem nou voor mij aan en kijk om je heen naar de oude duivenmelkers, zeg maar. Ja. Die doen het op natuurbasis, alleen het is een bescherming van. Arkadaşlar, dat ik uitgelegd heb. Ja. Als ze wat hebben, dan moet je preventief kuren natuurlijk. Dan moet je met je mest of met je duif naar de dierenarts. Ja, şimdi hastalandığı zaman diyor kuşunuzu bir ya. Hayvan doktoruna götüreceksiniz. O bakacak, ona göre ilaç yazacak. Bizimkisi eski usul gibi normalde kuşlarımızı sağlıklı tutabilme için verdiğimiz şeyler. Yani doğal antibiyotik diyelim. Ya. Ama bir şey oldu mu %100 doktora veya göstereceksiniz arkadaşlar dışkısını, ilaç vereceksiniz antibiyotika. En zijn de duiven dan gezond? En dan om ze gezond te houden zonder medicatie, dan ga je op een natuurlijke wijze ga je die duiven beschermen ja. Tegen virussen. Şimdi coccidiose, haarworm, spoelworm, van alles. Şimdi normalde sağlıklı kuşlarımızı sağlıklı tutmaya için bunu ja. Veriyoruz. Het is een heel simpel systeem en dat ga ik je uitleggen. Çok şey. We nemen verse gember. Ja. Dus gewoon verse gember. Zerreçal. En ik praat klein stukje over 4 liter, zeg maar over 4 liter, 4 drinkerspannen. Wat ik doe bij mijn kwekers ook natuurlijk. Oké, 4 liter arkadaşlar. Dat is heel simpel. Je snijdt gewoon die gember. Ja. Die snij je in stukjes. Ja. Dat kan je niet missen. Je gaat in. 4 liter suyu arkadaşlar. Koud water. Soğuk suyun içine. Dan nemen we een teen verse knoflook. Nee, dat is... dit is knoflook. Oké, okay, bu samırsak arkadaşlar. Dit is knoflook. Bunu samırsak, yani şimdi samırsak. Die snijden we gewoon, hup. Ja. Ook een stukje. Hup. Doen we er doorheen. Even wachten. Dus gember. Ja. Knoflook. Samırsak. En het allerbelangrijkste is een mooie ui. Güzel bir soğan. Normalde soğan şey olacak arkadaşlar. Yani içinde güçlü kalacak diyor yani. Daha yok işte. Onu da diyor şey. Böyle. What is this? Even wachten, sen. Kijk. Ja. Een hele ui. Ja. Ook drie. Tüm soğan. Simpelste wat er is. Grazen. Als hij doet. Hoeveel teen knoflook moeten we hebben normaal gesproken? Gewoon één teen knoflook, één ui en een stuk gember. Arkadaşlar, zerdeçal, efendime söyleyeyim, soğan, bir de samırsak. Laat je staan. Böyle tutuyorsunuz. Een uurtje of 4-5. Laat je trekken. 4-5 saat arkadaşlar bu şekilde bırakıyorum. Safi moet allemaal dood water. Normalde birbirine özdeşecek arkadaşlar. Een uur of 5 gewoon lekker laten trekken. 5 saat arkadaşlar. Tegen trekken. Dus ik doe het dus zo. Ik laat het nou, laat me zeggen, tot vanavond 5-6 uur laat ik het lekker staan op een klein pikje. Kısık ateşten arkadaşlar. En zij zien dat vanavond.
De knoflook, de ui, ja, de gember. Helemaal fijn, die zacht is. Doet je normaal de moesjamers? Dan haal ik het eruit met een zeef. Normaal de wie? Suzgesten. Opnieuw op het blad. Suzgesten gerenboerder gaat je En dan snij ik het in hele kleine stukjes. Bir daha, ufacık ufacık hepsini bir daha diyor, şey kesiyorum. Dat het domme giet erin kan. Süzgeci geçecek hale getiriyorum. Ya, dan gooi ik het allemaal terug. Geri döküyorum. En dan laat ik het nog een uur staan. Bir saat daha bırakıyorum diyor o zaman. Dat alle sappen van de uien, van die knoflooken, van die gember in die pan zitten. Normalde bütün suları diyor şeyde kalma, şeyde tencerede kalması lazım diyor. Nou, dat is dus, dat houdt in alle stoffen uit die ui. Uit die gember, uit die knoflook zitten in dat water. Bütün diyor, gerekli suları dan içinde kalıyor diyor. Dan vul ik daarbij tot ongeveer een gieten water van 8 liter. Want ik heb 4 drinken staan van 2 liter. Oké, dus en uiteindelijk gieten we het met uiteindelijk is heel simpel, gooi ik het in mijn drinken staan. Die er al staan. Die daar nu staan. Maar het moet er eerst klaar zijn natuurlijk. Nee, maar wat bedoel je met drinkspannen? Die al in water, er zit water in en gooit het er bovenop. Het water zeg maar gaat eruit. Oké. Okay. Dan ga ik dat verdelen. Die 8 liter die ga ik verdelen over die pannen. En dan de water bovenop. En dan bovenop mogen ze opdrinken. Okay. Moeten ze opdrinken. Geen water er bovenop meer. Tot die pan vol zit. Daarom maak ik 8 liter. Dus ik heb 4 volle drinkspannen. Ja. Dan hebben ze ervan gedronken. Ja. Een dag. Ja. Niet weghalen. Ja. Bijvullen. Ja. Met gekookt water. Gewoon met heet water bijvullen. Die de bakken. Die drinken ze. Oké, okay, dus wat? Marcel, hier blijft hoeveel over van? Dus hier als blijft je kan niks van over. Dit gaat allemaal verdelen over okay de 4 pannen. Dit blijft 4 liter water of niet? Dit blijft ongeveer 4 liter water. Okay. Maar ik maak dus 8 liter. Oké, okay, dan gooi je 4 liter bij. Ja. Arkadaşlar 4 liter en dus 4 liter katıyor. Ja. Ondan sonra da normalde suluklarına katıyor. Suluklarından ya kesinlikle diyor önünden almayın. Ondan sonra diyor takviye olarak diyor kaynarmış suyu diyor soğutun diyor. Ondan sonra diyor ilave edin diyor. Kijk, en hoeveel dagen moet je dat bijvullen? Dat mag je zo een week lang doen. Met die producten erin? Die producten erin in je pan laten, ja, 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 en gewoon een week lang bijvullen. Koken, afkoelen en dan erin? Koken, afkoelen en bijvullen dat water. Arkadaşlar, dus niet verschonen. Temizlemiyorsunuz o şekilde. Bijvullen. Ja, üstüne katıyorsunuz diyor. Dan zou je zien dat die duiven na een dag of 3 3 gün sonra diyor kuşlarınız hele smerige mest krijgen. Çok pis bir dışkılar olacak 3 gün sonra. Dat houdt in dat het spul gaat werken in de darmen. O demektir ki diyor bağırsaklarındaki şey bu ilaç yani doğal ja ilaç etki yapmaya başladı. Dus de eerste 3 dagen heb je hele vieze mest. Dat houdt in dat het aanslaat bij die duiven. Ja. Dus je gaat het lichaam reinigen van ze. Ja, na 3 dagen zie je dat het werkt. Na 3 dagen ga je zien dat het werkt. En okay, na de 4e dag ga je zien dat je duiven eens zwaar pluimen. Ja. Dat legt een dubbele pluim op je mest. Ja. En je mest gaat heel mooi worden. Dördüncü günde göreceksin. Na 4 dagen. Dışkıların üstündeki diyor dons tüyler diyor çoğalacak ja diyor. Ve de wat voor kleur wordt die daar vierde dag zeg maar ongeveer? Ja, gewoon de normale kleur. Normaal rengin alacak. Normale mestkleur, wit, groen, bruin. Beyaz. Maar mooie fijne mest krijg je dan na 4 dagen. Dördüncü gün diyor dışkıları iyi olacak. Maar de eerste 4 dagen zij zien dat ze daar helemaal leeg drukken. Normalde ilk 4 gün boşaltıyorlar kendileri. Daarom kunnen niet tegen die knoflook en die uien. Normalde bağırsakları bu samırsakla soğana gelmiyor bağırsaklara. Eigenlijk poepen ze daar helemaal schoon. O yüzden diyor zaten dışkıları ya, yani daha doğrusu bağırsaklarını temizliyorlar o şekilde diyor. Tanımadığı için bunu. En de geur van de knoflook, de sterkte van de gember en ja de geur van de ui. Normalde komt in het lichaam. Bunların diyor etkileri diyor vücuda giriyor, temizliyor. Maar het komt ook in de bloedbaan van de duif. Normalde kan şeylerine de geçiyor ja arkadaşlar. Dus het houdt in, het is ook heel goed voor ornitose. Het is goed voor de luchtwegen. Solunum yolları. Maar de haarworpjes en de spoelworpjes die je duif bij hem hebt. In de darmen? Die mooi ook uit. In de darmen? Door de lucht van die knoflook en die uien. Van de darmen? Ja. Arkadaşlar iç dış parazitler ja kokusundan ja diyor. Onları da diyor afiyor diyor. Er is een parasiet in een duif die in die duif blijft en dit geeft. İç bir parazit diyor. Bunu verdikten sonra diyor ja vücudunda kalamaz diyor. 100% zeker. %100. Ik doe dat al jaren en het is al jaren bewezen. Seneler. En sommigen zeggen ook, dit product is niet eigenlijk ja voor een vogel bedoeld. Yani Marcel diyor, bazı ja adamlar diyor, bu kuşlara doğal bir şey değil diyor. Waarom geef het dan, zeggen ze? Om die duif schoon te krijgen. Kuşlar, om die duif in topconditie te brengen. Normalde kuşu temizleyip, normalde %100 onu başarıya şeyde bilmek için, itebilmek için bunu yapıyoruz diyor zaten diyor. Ja. Ja. En dan is het ook nog een systeem om een ui
de grote ui door midden te snijden. Bir de siz de var bir soğanı die doe je in een ortadan kesip in een nadelkousje of iets dergelijks ja. En die hang je in je duifhokken. Normalde diyor böyle bir şey ya, balık şişesi aynı böyle bir net diyoruz arkadaşlar. Böyle bir yüzde. Sen maar een ui is een netje en die hang je gewoon in je duifhok. Snijden door midden. Eén ui door midden snijden. Bir tane soğanı kesip bunu da ilk defa duyuyorum. Kesin diyor ortadan. Waarom? Ja. Die ui ja. Die gaat zijn geur afgeven in je duifhok. O normalde kokusunu veriyor diyor. En soms zie je ook op de ruiken die ui. Ja. Waarvoor gaan we dat doen? Ja. Als je dat niet doet, heb je 's nachts in je hok muggies, ja. Kleine vliegjes. Arkadaşlar, yani, ne diyorlar ona? En die tasten de veren van de duiven aan. Okay, bunu da ilk defa diyorum. Ja, Allah'ım. Die uilucht kunnen die vliegjes en die muggen kunnen er absoluut niet tegen. Arkadaşlar, sivrisinek, sinekleri kovalıyormuş bu. Na twee dagen die ui in je hok, heeft geen vliegje meer. Maar die moeten om de week verversen. Arkadaşlar bu normalde bir hafta sonra çürümeye kalkıyor. Haftada bir sefer bir tane soğanı yarıp bu şekilde atıyorsun. Sivri sinekler böyle atsın diyor. Sivri sinekler sinekler de vliegen de vliegjes muggies. Alma weg. Sivri sinekler sinekler. Die muggen zitten op die oogramen. Ja. Die muggies is ook niet goed voor de veren, voor de vettigheid en zo. Normaal om die duiven topconditie te krijgen, yeah. Hang je een paar uien in je hok, je hebt nooit gevliegd meer in je hok. Marcel, you are the master, hè? 200% bewezen. 200%. Maar die ui moet je dan om de week even verversen, want als die gaat verschimmelen, yeah. Dan gaat die uitdrogen, yeah. En dan komt er een schimmel op, en dat, als die duiven gaat vliegen, gaat die schimmel die hok heen, dat is ook niet goed. Ha, normaal de, bir hafta sonra diyor. Normalde çürüme prosesi başladığı için diyor. Büyük soğanı diyor kesin diyor ama haftayı geçmesin diyor ya. Arkadaşlar ya da o çırpındıkları şeyler diyor o soğanın şişesini atıyor diyor kümese diyor. Kijk, dat staat nou gewoon lekker te trekken. Mag gewoon lekker soepje van. Hoeveel dagen mogen ze dit gebruiken? Dit mag je gewoon een week achter elkaar doen. Bir hafta. Ja. En dan zij zien dat je mes zo mooi wordt en die duiven die blijven gewoon een kwartier, 20 minuten langer vliegen na die week. Ja, die zijn 15... helemaal schoon, die zijn in topvorm. Doe je dit voor de wedstrijd, Marcel? Voor de wedstrijden. En ook als ze thuis komen. Je mag het geven wanneer het jou uitkomt. İstediğin zaman seni nasıl uyumunsa verebilirsin diyor. Het mag voor de vluchten, het mag na de vluchten. Uçumdan önce, uçumdan sonra diyor. Sağlıklı tutabilmek için. Maar één keer per maand? Ja, één keer per maand, omdat je een week dus bezig bent. Ja. Een week lang zit het erin. Ja. 5 dagen, 6 dagen, ja. 7 dagen. Ja. Dus hij het om de 3-4 weken doet. Ja. Jongen, dus zij zien dat blijf je duiven gezond. 4 haftada arkadaşlar diyor, ja. Göreceksiniz diyor, kuşlarınız diyor, süper bir şekilde. Heel mooi, goedkoop systeem. En ucuz ve normalde, ja. Werkend systeem Marcel. Het werkt 200%. %200 diyor, çalışıyor onthouden diyor. Onthouden degene die hiermee gaat beginnen, ja. Die gaat jou een berichtje sturen dat ik gelijk heb, na een week zien ze het. Bir hafta sonra göreceksiniz, sana da yazacaklar diyor. Ja. Ulan işte sistem... Na 3 dagen is het dus uitkijken yok, want je schrikt, wat je gaat vinden. Ja? Ja. 3 gün diyor, korkmayın diyor arkadaşlar, kümesinizde neler göreceksiniz diyor. En na de 3de dag, ja. Dan slaat het aan in het hele lichaam, ja. En dan gaat de mes mooi worden. Dan ga je klimmen ermee. Ook voor... Daar moet je blijven staan. Orada da diyor, alacaksın diyor arkadaşlar. Daar blijf je staan, dus dan ga je om de week, ja. Een week lang doe je dat, ja. Dan wacht je... Een week of 3 en dan ga je het weer doen. Want in die 3 weken hebben ze weer bacteriën opgelopen. 3 haftada gene diyor bacteriën çoğalmaya başlıyor. Gewoon weer een weekje. Dus 3 haftadan sonra gene diyor. En dan zij zien dat je duiven gewoon in topvorm blijven. Göreceksin hadi kuşlarınız %100 olacaklar arkadaşlar. Ben inanıyorum. Ben denemedim. Benim ilk de ben de deneyeceğim arkadaşlar. Gerçekten denemede bir fayda var. Het kan geen kwaad, Marcel? Absoluut niet. Waarom? Omdat het natuurlijk. Omdat natuurlijk. Çünkü zararı olamaz diyor arkadaşlar. Çünkü diyor şey. Geen rommel die ze allemaal leveren aan ons. Die ze allemaal maken. Die bijproducten allemaal. Ja. Dat is allemaal vergif. Wat ze ons als mens geven. Wat wij aan onze duiven geven. Normalde bizim diyor kuşlara verdiğimiz diyor zararlı şeyler diyor. Bunlar diyor, değil diyor. Is allemaal op de natuurbasis. Bu normalde %100 doğal diyor. Ja. Wat je ook nog kunt doen, laat maar zeggen. Wat ik dan zelf doe. Is, laten we zeggen, net voor die zware fondvluchten. Ja. Om ze een beetje nog een booster te geven, gooi er ook nog een paar eetlepels honing erin.
Normalde diyor... Ya, normalde büyük yarışlardan önce diyor taze, taze bir iki kaşık da diyor ben bal ilave ediyorum diyor. Ya. Yapmanıza gerek yok. Normalde solunum yolları için çok iyi. Ya. Dan heb je een natuurproductie, dan krijg je je duiven gewoon helemaal op het top in vorm. Yani süper ikser diyor arkadaşlar. Hoe lang doet u dit, Marcel? Dit doe ik eigenlijk zo. Dit is eigenlijk een ouderwets recept van de vader, zeg maar. Babasından kalma. Dus ja, zolang ik duiven heb, gebruik ik dit systeem voor door het water heen. Ben je daarom ook zo succesvol met duiven, Marcel? Al met al natuurlijk. Ja, hè? Al met al. Een duif die jij niet reinigt, een duif die iets mankeert, die haarwormpjes of spoelwormpjes zo hebben, die vlieg ik op. Temizlemediniz, ilgi vermediniz, temiz tutmadınız yani iç, yani sağlıklı tutmadığınız hayvan diyor, önde gelemez diyor, imkansız diyor. Marcel, ze wil ook duiven van u kopen, jonge, oudere duiven. Mag ik uw nummer eronder zetten, zodat ze kunnen benaderen? Bella. Arkadaşlar, İngilizce, Hollandaca konuşacaksanız, sorry Marcel, alta numarasını bırakıyoruz. Heb je nog wat toe te voegen, Marcel? Nee, ik hoop dat ze hiermee aan de gang gaan en dan zullen ze zien, als ze dat doen, zoals ik het uitleg, dat ze gewoon zeggen van dit is gewoon een wereld iets. Bunu diyor yaptığınız zaman, bunu diyor ya imkansa yakın bir şey bu diyor anlattım diyor. Uygulayın diyor, ilk 3 gün diyor korkmayın diyor, 3 günden sonra diyor süper olacaklar diyor. Süper oldu. Ben rustig 2 uien erin doen of 2 knoflooken. Dat maakt niet uit. Yani korkmayın diyor. Je moet het ruiken, yok. Normalde diyor şeyde yani bir tane soğan atabilirsiniz diyor. Yanlış yapacağınız diye bir şey yok arkadaşlar. Bir iki tane sarımsak atabilirsiniz diyor. Yanlış olamaz diyor. Bu diyor kokuyu diyor. Şeyiniz hoppa biraz da kendim alayım. Süper. Ya? Ya. Arkadaşlar gerçekten bu adam boş konuşmuyor o kadarını diyorum. Bunun kuşları da zaten zımba gibi, aynı bir Herkül gibi duruyorlar arkadaşlar. Kabuk mabuk dinlemiyor. Kabuk vitamini, çetini kabuk. Of niet, chef? De çet allemaal in de dinges, hè? Zit allemaal hierin. Nee, de vitamine zit meestal aan de buitenkant, toch? Aan de dinges. Als een duif gezond is? Nee, ik bedoel daar, met uitjes en zo. Je gooit alles erin, met schillen nou bedoel ik. Ja, maar dat, ja, dat je haalt het uit. Je haalt het natuurlijk uit die vrucht om het te koken. Ja. Ja. Zij ook. Maar het schil, meestal zit in de vitamine, toch? In de schil. Deze zitten gewoon in de schil. Tuurlijk. Ja, en die ga je zo meteen kort snijden. En die gaat in die pan. Oké. Okay. En dan niks weggooien. Nee, hè? 7 dagen lang in die pan. Je hebt die gun boyunca en iets. En bijvullen alleen. Sadece üstüne ilave edin, diyor arkadaşlar. Ja. Ze gaan het proberen. Gaat het proberen, na een week krijg ik bericht. Bir hafta sonra diyor bana diyor haber verin. Maar de eerste 3 dagen niet schrikken, Marcel. De eerste 3 dagen gaan ze schrikken. İlk 3 gün korkacaksınız, diyor arkadaşlar. Ja. Korkmayın, diyor. Ja. Ze moeten dus niet schrikken. Ze moeten niet schrikken, maar ze gaan wel schrikken. Zo erg, Marcel? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus het is nog sterker. Ik heb het nou vorige week gedaan. Dit doen we nou omdat jij nu filmt. Ja. Ik heb het vorige week gedaan. Ja. Anders had ik het kunnen laten zien bij een paar duiven die ik dus vanuit het vlieghok naar het kweekhok gedaan heb. Ja, Utsjoep je best snel. Twee dit niet gaat. Utsjoep je kunnen laten zien hoe de mest is van. Nasıl dışkılar olduğunu gösterebilirdim diyor. Farkı. Van een duif die 3 dagen op dat spul zit. Utsjoep bunu kullanan. En een duif die er 7 dagen opgezeten heeft. 7 dagen dit gaat. 7 günden 3 günün farkını gösterebilirim. Ja? Ja, 100%. Echt waar. Arkadaşlar, dit is geen gelul grof gezegd, dit is gewoon het systeem. Bunun şakası yok diyor, bu sistem bu arkadaşlar. Marcel, 3. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Wat wilt u nog de postduiven zeggen, die Turken? Dat ze moeten luisteren en opletten. Arkadaşlar, dikkat edin hocanıza diyor. Uygularsanız da uygulamasanız da kendi bileceğiniz şey. Dit geen medicijnen, geen medicijnen. Arkadaşlar, normalden şey ilaç yani... Bunu yap uygulayın diyor. Dank u wel Marcel. Graag gedaan jongen. Ja.